Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Call of Duty Black Ops 2. Nice, de drones die gaan helpen. Zo te zien. Take the right. Oké, allemaal daarheen. Ha! Mispush! Hey ja, wat een mooie hoodie heb je op. Best wel een mooie hoodie. Vind ik serieus, dat is wel een mooie hoodie. Ik ben wel meer van de hoodies eigenlijk, vind ik chill. Capuchon. Capuchon heb ik eigenlijk nooit echt op, maar ik vind wel gewoon chille dingen. Een trui vind ik dan altijd weer zo minder. Weet niet. Daag! Wat op. Wow, totaal andere change of scenery opeens. Totaal andere scenery bedoel ik. Vind het nog niet echt de fijnste gun ooit, maar... Ben ik serieus, ben ik echt niet bij. Hammer customized. Hebben we nou nog... Dit is die de Evo weer. Die hadden we hiervoor. In de vorige part. Ik loop nog gewoon door natuurlijk, omdat ik dit weer achteraan opneem. Dit ding heb ik nou ook in multiplayer en dat is echt super lame. Ik kan mensen overal zien zitten. Echt super gay. Doe iets, turds. We graag iedereen dood, hè. Die turds zijn een fucking badass wel. Dat is al zo. Oké, prima. Without the drones, we have no support to cover our advance. We are chopping your containment team to support. Understood. Section out. Wat section? Wat is er allemaal aan de hand? Ik weet niet, we zijn nog allemaal dood. Tenminste, de meeste ben ik hier toch allemaal gewoon aan het killen. We zijn allemaal hard aan het doodgaan hier. Kijk eens, mooi tapijten. Prachtig. Ik wil er direct al inkopen. Staff. Mooi, dat was dat. Hey, enemy drones. Wat leuk. Wat schattig. Die zijn ook gelijk al kapot. Wat is hier beneden te beleven dan? Niks. Containment team. Hey, containment team. Het is wel echt badass, jongen. Dit. Stab. Oh, volgens mij schoot ik nou per ongeluk de verkeerde dood. Zie je maar gebeuren. Wat de hel ben jij aan het doen? Hallo? What the fuck is dat ding voor de electric boogie aan het doen dan? Volgens mij is die een beetje, I got the moves like Jagger aan het doen, die drone. Oké, okay, staff allemaal, jongen. Oh, we gaan een klein beetje dood. Hier, valt mij. Jij was wel friendly. Nou, dan moet je maar streepjes gaan dragen. Mooi, zijn ze allemaal dood? Oké, we gaan naar de VTOL. Is hier Menendez dan? Nice. Maar hij geeft zich te makkelijk over. Is echt creepy, jongen, die dude. Thank you, David. Help me seek a newer world. Is een beetje lastig, dit. Menendez... Zijn zus is overleden door Mason en Woods zijn toedoen door de Amerikanen. Menendez neemt nou wraak, wat ik heel goed kan begrijpen.
En hij heeft dus op die manier erg wraak veroorzaakt, zeg maar, door, ja, gehad. Door Woods Mason te laten killen, een paar parts terug. En nou is iedereen, of course, daarom pissed, wat ik wel begrijp. Maar oorspronkelijk waren eigenlijk de Amerikanen fout bezig. Die hebben zijn zus vermoord, die er helemaal niks mee te maken had. Dus dat is een beetje lastig. Maar hij is alsnog wel nu de wereld aan de tering aan het helpen. En hij is niet echt een lieve jongen, dus ik ben wel voor de Amerikanen in dit geval. Maar als ik mag kiezen, wie mag leven, dan zou ik Menendez ook gewoon laten leven, denk ik. Als je maar lief en nadig is. En maar lekker koekjes gaat bakken met veel liefde en zo. America and China joining forces truly marks the beginning of a new era. And one that you should be damn proud of, Admiral. Maar dat is die niet. Denk ik. Ben je trots? Ach kijk, de secretary van de United States of America. Kijk, daar hebben we Menendez. Die heeft opeens oranje kleren aangekregen. Ach kijk, zo'n mooie handboeien. En wat een mooie enkelpoeien. Banden. President Bosworth, sends her regards. For those souls who have toiled and wrought and thought with me. Some work of noble note may yet be done. Oh, spannend. Wat ga jij doen? Oh, nu zo'n grote mond jij. Niet lief. Moet een beetje vriendelijk zijn. Dus wilt u alstublieft deze onaardige meneer escorteren van mijn drijvend voertuig. Dat zijn de nette woorden, Briggs. Niet wat jij zei. Odysseus. Barack Obama. USS Barack Obama. Ze gaan ervan uit dus dat 2025 Barack Obama nog steeds een roer is of een boot heeft. Blijkbaar. Dit is heel pixel op beeld. Jesus Christ. Mensen die zich afvragen wat AA is, dan moet je nou eens kijken naar zijn armen en dergelijke. Al die vierkante blokjes, zo die verschuivingen. Dat is nou AA. En normaal is dat een strakke lijn. En heb je dit, dan heb je AA. Nou ja. De strakke lijn is AA. Dat zorgt voor de aliasing weggaat. Aliasing is... Aliasing, ja, volgens mij, ja, het is een beetje een rare uitspraak, het is een beetje een raar Engels woord. Maar dat is die lijnen. En anti, dus de tegen, dat is dat je rechte lijnen hebt, zeg maar, op die manier. Het is een beetje krom, maar jullie snappen vast wel wat ik bedoel. David Mason. Hey, Briggs. Oké, okay. Doei Briggs on the bridge. Dan gaan we dan. Is dat Salazar? Ja. Hey, goeie vriend, jongen. Graag even een stoeltje. Even relax zitten. Goeiedag, jongen. Dit hebben we gezien ook in die trailer. Voor de... I'm not a kid this time. Voor de dingen zijn. But you can go ahead and try what you did back then. Opulence is sinful and we all pay for it. Such a self-indulgent piece of shit. Stop talking in riddles. It was taken from me. Do you know what that feels like yet? An American torched the warehouse. For insurance money, $11,000. That was the value they placed on our life. Okay. She was the reason for me to live. What about you, David? What drives you? Is it me? Einstein once said that the economic anarchy of capitalism is the real source of evil. Your father and his people took Josefina from me. That klopt. Tu papá está muerto. Your father's dead. And his people. Yeah, go ahead, Admiral Briggs. We have a situation. We're tracking a passenger jet entering the Obama's airspace. Wait, what is that? Are those birds? They meet Endo. Anulas. Onto a savage. What?
vogels? Door vogels? Door gewone vogels? Oké. Ja, Salazar. Oh crap. De vogeltjes. De birds, we gaan de birds filmen. Ensure no one leaves this room. You know I will not kill you, David. So? But if you do not drop your gun, I will kill your friend. You've got 5 seconds to decide. How did you even... Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Hoe kwam hij uit die fucking handboeien? Turn around. Hoe kwam die dude uit die fucking handboeien? Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Is die Houdini of zo? Die dude is wel goed, Menendez. Hallo. Hey, Salazar. PMC's use glider wings to launch a massive air assault on the Obama. Ah. They use stealth tech. Our guns only hit a fraction of them. They're tearing this ship apart. We need heavy firepower from the armory. Aha. The security detail guarding Menendez. Ik heb in ieder geval de knuckles aan. Menendez couldn't have done this alone. He must have men inside. Take what you want. Right now we have to focus on regaining control of the Obama. MP7, so chill. The hybrid. Hoe switch we side met dat ding? Oh. Wie verzint het dat scroll inklikken naar weer grenade is? Bij mij is dat G en scroll omhoog. Dat vind ik fijn, hè, maar blijkbaar scroll schieten. Hallo, Salazar. Ja, goeiedag, jongen. I know. Ga eerst die brass knuckles weer pakken. Move it, move it, move it. Oké, dit ding hacken. We need heavy firepower from the armory. I know. Nou, de MP7 en de hybrid side dus niet, dat is een crap ding. MP7. Zie je nou nog een MP7, hè? Nee. Factor. Right now we have to focus on regaining control of the Obama. Is dit een beetje een mooie sniper? Oh, die hebben we al eerder gehad, toch? Dat is die. Ja, dat is die. Oh, dat is ook al de expert. De Factor. De Factor is op zich wel nice, een beetje langzaam. De M27, die vind ik wel chill. Oké, de M27 en de MP7. Die gaan we gebruiken. Daar gaan we dan. Ready, go! Ready! Motherfucker. Ik kon hier gewoon naar binnen. Oeh, fuck. Oh oh. Het waren er wel erg veel. Het is hier wel fucked up druk, jongen. Oh. Breaks. Got it. Seal the server room doors. No one in or out. This will be over soon. Good luck, section. Thank you, Salazar. You had you too. Sales water. Whoa. Okay, new wapen. Nee, niet die. Die target finder. Hey, P.O. Jones, jongen. Ja, blok mij. You motherfuckers, ja, blok mij. Dit is ook een multiplayer map, trouwens. Hoeveel parachutisten hebben ze nog niet? Oh, kut. Fuck. Ik dacht dat die dude al dood was achter die kisten. We hebben die brass knuckles nog nou. We kunnen nog steeds die... Nou, die galvan knuckles heet ze eigenlijk. En dan racht je mensen dood. Maar... Yep. No one in or out. No, come on. Wow! Hij begon gewoon te kotsen. Nee hoor. Ja, kotsen. Had hij dan dat wapen? Nee. Het zal wel.
Oh. Shock charge. Ook altijd leuk. Hé, hey, ik heb ook een shock charge voor je. Ze moeten echt kotsen van dat ding. Oh, motherfuckers. Echt, dan worden we weer genakt in zo'n ander klein kuthoekje. Wat een kleine kuthoekjes zijn hier allemaal. Ja, dat is al de derde keer. Good luck, Sal. Ik vind jou ook lief. Kusje. Extended clip, MMS. Oké. Okay. Dat is dat scan ding, ja. Dat is nog veel beter. Scan ding is nog veel beter dan dingen wat we hadden. Hey. Nice. Door de muur zelfs. Dit is echt een badass site, jongen. Die is echt gewoon chill. Dat ding. Uh-oh. Wat nou weer? Cut open. Was dit dan hack panel? Voor die turret? Nice. Hey homo's. Hij is een beetje overheated. Moet ik naar die hele war room, moet ik naar de tering schieten? Bring it. Is iedereen dood? Wij zijn allemaal wel dood, toch? Jij bent een motherfucker, hoor. Oh ja, was friendly. Sorry. Excuse me, maar dan. Ik zou jou van de zijkant niet eens zien, hè. Jij bent een niet-lieve turret. Kunnen hun meehelpen. Ja, we gaan dat ding nog een keer gebruiken. Oké, is nou iedereen dood? Move it, move it. Ja, mooi. Hey, dit is die interrogation room waar we altijd zaten. Dat was op deze boot. Nice. Ik had helemaal niet door dat het een boot was. Dit is de interrogation room waar we altijd zaten. Voor elke missie. Dikke explosies hier. Oh, dat was een beetje mis. We moeten dit gebruiken, ik weet niet wat het is, maar... Daar komen we snel genoeg achter. Ah, oh, server timeout. Wacht, is dit nou de Evo? Oh nee, EOTech. Always one step ahead of us. We need to find him. I'm on my way. Nee. We gaan niet de sniper pakken. Hij ligt wel mooi. Ik wil het gaan snipen, maar dat heeft toch geen nut. Wat stond er nou? Protect Overwatch. Goddammit, dan moeten we het wel gebruiken. Waar zijn al die luidjes? Even kijken. Er zijn challenges dan die we kunnen doen volgens mij. Provide Overwatch. Er zitten, see, objective complete, see? Er zitten namelijk challenges in de game die je ondertussen kunt gaan doen. Maar de meeste hebben wij denk ik allemaal wel gemist. Niks jongen, niks, geen remorse op die lui. Allemaal dood.
Refill ammo. What? Staff. Naar beneden. In je knie. Aap. Gaan we even naar deze. Dan kunnen we door de muur heen checken. Daar zit een deur. Dat is echt een super chill ding, jongen. Motherfucker, jongen. Kom op. En toen waren jullie dood. Jij moet van mij afblijven. Ik weet soms half niet wie, of nou de friendly zijn of enemies. Soms echt gigantisch onduidelijk. Met die scope. Nice, kunnen gewoon brandblussen. Yeah. Oh, die brandblussen dondert er gewoon af. Ah, kut. We kunnen hier helemaal niet naar binnen. De ding kan niet kapot. Dat is een game. Oké, okay, hold the cut open. That's suicide. Oh, wrong guy. Sorry. Excuse me, ma. Staff, yeah, turret. Oké, okay, dat was dat. Dat was die turret. Jij bent lief, toch? Jij niet, move it. Move it. Motherfucker. Oh, jij bent friendly. Staff. Staff, man. Wat om je geneed? Zeker ding in je reet. We zijn beneden. Ik weet niet of we nou weer terug naar boven moeten. Of wat we moeten, ja. Oké, we gaan verder in de volgende part. Dus dan zien jullie weer. Dan gaan we achter Menendez aan. En dan gaan we hem capturen. En ik weet niet wat we dan allemaal gaan doen. Maar dat zien we in de volgende part. Dus dan zien jullie weer. Laters.